Schoenen, tassen, mutsen, lingerie, sokken, pantoffels, sieraden, pyjama's, shirts, jassen, broeken, jurken en dat allemaal onder één dak. Het concept van Primark is duidelijk. Zoveel mogelijk voor zo weinig mogelijk geld. En dat is een succes. Primark is namelijk met zijn lage prijzen een grote concurrent voor andere winkelketens. Dat succes gaat ook gepaard met een hoop kritiek. De prijzen van Primark zijn namelijk zo laag omdat de kleding tegen ontzettend lage lonen wordt geproduceerd in India. Het winkelend publiek in Eindhoven denkt aan heel andere dingen als ze aan Primark denken. Goedkoop. Dat was volgens mij een beetje het concept. Gewoon heel goedkoop en veel. Leuk. Hoef je niet meer zo ver te reizen voor een andere Primark. Heel rommelig. Heel rommelig. En we zijn ook in Londen geweest. En die was gewoon super. Heel netjes en mooi en goed bijgehouden. Ik denk dat Eindhovenstad ook drukker wordt door Primark. En dat is wel gezelliger natuurlijk. Ik weet niet, het was echt heel druk en ze rukten allemaal de kledingstuk uit je handen, dus dat was niet echt een succes. Ik was op een hele rustige dag, dus ik heb echt 3 van die tassen helemaal vol gestouwd en toen allemaal weer naar huis genomen. Goedkoop en druk dus. Dat laatste zal vandaag ook zeker het geval zijn. De Primark rekent op zo'n 4000 mensen die al voor 11 uur in de rij staan om zo als eerste naar binnen te mogen. Ook de komende tijd verwacht Primark nog drukte. Daarom staan er voor de winkel de komende tijd nog dranghekken en mag het telkens maar een beperkte groep klanten naar binnen toe.